When the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey guys! Hey guys! Vandaag spelen we Fatal Midnight op de laptop van Karel Laurijs, oftewel Ratchet. Je bent jong, je bent wild en je voeten staan niet stil. Damn! Gewoon uit haar inventory. Ja. Dora. Zoals Susanne al zei, vanavond spelen we Fatal Nightmare. Ik ben nog steeds heel erg verkouden, dus sorry als ik als een zombie ben. We weten echt niks van deze game. Zeg maar, we zaten net te scrollen tussen alle games. Bruh. What the freak? We zaten net te scrollen tussen alle games. En toen Susanne even tegen ging halen, heb ik deze gedownload. Ik heb ook niet echt kunnen lezen wat het was. Jij hebt het was er niet eens bij. Nee, ik weet niet wat het is. Maar Susanne gaat spelen, dus ik ga kijken. Doei. Ik vind wel heel bang. Ik wil lezen. My parents went on vacation and I was left to look after my sister in the end. She has some problems. Sometimes she's very strange, so I left to look after her. Everything was fine until I heard strange noises in the middle of the night. Zo donker hier, gek. Damn those sounds. My sister's probably feeling bad. Sorry. Ik vind het echt heel eng. Ja, jij gaat spelen altijd, Melvin. Jij gaat spelen. Wel mooi. Ik haat het echt heel. Ik ga echt huilen, man. Mooi. Nee, maar ik haat het echt. Nou en, ga spelen. Nou en. Girl. Nee, maar dat is zo eng. Spelen. Nou, ik heb liever dat je me nu doodslaat. Nee, toch. Je wil liever dood dan dit spelen? Ja, ik haat het echt. Ik ben gewoon bami's. Waarom zit ik ben je bami? Ik ben gewoon bami. Oh, nu heb ik zin. Zullen we vanavond van bami? Ik heb echt zin in bami. Bruh. Ik durf dit niet. Is die pizza ten? Oh my god, ik haat het zo erg. Ik denk dat je door die deur moet, toch, gek. Maar ik haat dat. Oké, dat mag jij wel doen eigenlijk. Maar ook voor de kijkertjes, mij. Jongens. Susanne vindt dit hartstikke eng. Ik vind het hartstikke eng. En je ziet het ook eng. Aan haar kamer bewegen. Ze gaat... Ik vind het echt super eng, Karel. Ik kan echt niet. Oké, moet ik? Ik wil hoor. Oké, doe maar. Misschien heb ik het zo meteen wel weer over, ja? Ja, is goed. Is er door het raam kijken? Wat een slimmer ben jij. Dat durf ik al niet te doen. Oh, dat is voor een andere kast. Dat is een kast. Oké. Kan ik hem ook nog open doen? Ja. Hoe deed dat? Een mooie game. Met E of met E altijd, ja. Meestal. Of F, net als F to pay respect. F in chat. Mooie camera, hij doet wel die gekke shake. Er moet sowieso iets in deze kast liggen, toch? Het is niet alsof ik hier voor niks naar binnen... Dat het misschien helemaal licht... Later maar het geeft helemaal licht en is shiny misschien en... heb je daar later iets voor nodig. En ik wil om niet jezelf te redden. Ik weet niet hoe kan deze deur niet gewoon open? Gek. Ja, wel, dat kan. Gek. Ik durf het gewoon niet. Gek. Er zit een trap daar. Ik doe even maar ik durf niet. Nee, ik durf ook niet. Broers en zussen. Mijn één zusje. Oh ja, de sister was a little bit strange sometimes. Ja. Oh my god. Dit is haar zusjekamer. Zusjekamer, Lisa. Zusjekamer, Lisa haar kamer. Letterlijk Lisa haar kamer. Al die troep op de grond. Sorry Lisa, ik hou van yo. Nee, gekke roast expose here. It's strange that she's not here. I need to find her and ask how she is. Oh, die kat. Dat ben ik letterlijk. Kijk hoe die zit, yo. Ah, dat ben ik. Gangster kat. Dat is crazy. Kingse kat ben ik letterlijk. DJ Donald, Marish en Shot Boys. Shot Boys. Party, Party Island. 24 april. Oh. Oké. Okay. Dit is letterlijk jou. Leuk. Letterlijk ben ik dit. Oh, maar dit is een beetje raar. Oh, dat ben ik ook. Gezoomd hoor. Stoppen hoor. Stoppen. De zus zit zo. Hoorde je dat? Gewoon de sound effects die blijven spelen, dat het echt gebaseerd. Oh, je kan ook de kast openen. Dat het echt gebaseerd is, een dikke lamp. Oh, je kan alles open doen, joh. Broer, die zus. Maar we zien dus niet heel veel nu. De keuken. De fik. L, kan er geen lichtje aan hier ofzo? Oh, geen zaklamp of zo. Rare indeling van het huis ook. Dan. Groot huis ook wel. Groot huis en met random in de gangen. Oh, ik hoop echt niet dat ze mijn computer kunnen horen wegstijgen gewoon. Trouwens, wie is de developer van deze game? Is echt mooi gemaakt. Heel mooi gemaakt. Dat doet me ook denken dat er wel echt van een hele goede soort van mechanic achter zit, zeg maar. Soort van, niet dat het gewoon willekeurig is, weet je wel? Snap je? Mm-hmm. Ik heb echt het gevoel dat je hoort gaan schrikken zo meteen. Wauw, echt mooi ook die camera en zo. Kunnen we lezen wat erop staat? Nee. Ik spam één, maar dat is raar, want dat zou je wel zeggen. Ik zie echt helemaal niks! Nee. Maar gaat die zus opeens ergens staan? Ik weet niet hoe ik moet verwachten dat badkamer! Damn. Vies! Ik weet niet eens hoe ik moet verwachten dat die zus eruit ziet, weet je?
Ik denk als een meisje. Maar ik bedoel, als, wat voor stijl... No, no, doe dicht. Ik spuug op jou. Ja, maar die zus is toch niet buiten, of wel? No! Deed jij dat? Nee. Is dat het licht dat knippert, of wat? Dat is gewoon glitched. Dat is gewoon die game die glitcht. Nee. Jawel, dat is die game die glitcht. Echt? Jawel. Oh. Toilet hier. Doorspoelen. Oh. Je kan alles aanraken in deze game. Alles aan. En je kan rennen ook. Dan ben ik die rent. Toen vind ik eng. Kijk, hoort ze je. Doe je nou open dan? Sorry. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh, ik moest zoeken waar ze is, hè? Ik denk beneden. Yeah. Ik denk dat ze beneden aan de eettafel zit. Maar ze zijn maar echt de echte doel. Ja, ja, doe van spel wat jij vindt. Ja. Oh, ze zit beneden. Dat is je enige ene spel met die baby. Als je hem oppast. Ze is beneden. Fine Boom speelt hier gewoon opeens af. Hi Lisa, waar ben je? Hi Lissy. Zit je deur de raam? Is al, oh, is al oh, dicht. Oh, 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 oh. Oh, Lisa. Hey, ben je lekker pizza? Pizza? Ik heb pizza besteld. Right. Wat lekker, joh. Strepsels hier, huiswerk hier, pannetje hier, viesbordje hier. Ben je hier? Heb je alle lichten aangelaten? Oh, je bent pasta maken voor jezelf? Nee. Of ons samen? Wat lief. Wel een beetje raar, middernacht. Oh, maar... zijn dit ze? Oh, dat zijn wij. Het is al op een olifant. Ja, dit, dat komt omdat dat er iets is veranderd iets in de game, is. Ja. Ja. Dus je zit er zo... Hoor ik adem? Ja, die gaat daar gewoon staan zometeen. Tringelingeling, wedde. Ik moet even mijn neus snuiten. Oké. Okay. Ik vind het wel een beetje heftig. Ik wil eigenlijk hierna wel echt eten. Ik krijg honger van bang zijn. Maar ik heb al een lekker broodje gegeten. Als ik bang ben, krijg ik honger. Ja, hier zie ik toch niks! Maar dat kan zo niet zijn. It's strange, these doors were open. Ze zijn opeens dicht. Ze zijn naar buiten gegaan. Hé, maar deze kunnen niet open, jongens. Dus dat is het ding. Ze waren open, maar nu is het op slot. Want ze heeft waarschijnlijk... Oh, ze heeft ons opgesloten. Wat? Ik weet in ieder geval niet wat... Was jij dat, die rende? Ja, dat was ik. Oh, okay. Die mijn voetje bewogen. Kijk maar. Opeens zo, tapdance. Oké, maar Lies, kom op. Even. Jou is het. Oh! 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 Lisa, oh! 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 Oh, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Dat is een combinatie van Lisa en Liesbeth in één. Dat is echt niet aardig om te zeggen. Dat is niet. Dat was niet mijn zusje in ieder geval. Dat is niet mijn zusje ook niet, nee. Dan moeten we naar haar toe, of wat? Of is het juist ja, zo praten. En het is een beetje strange. Oké, jij doet het maar, I guess. Hi, Lies. Gaat het goed? Oh. Oh, meisje, kom maar. Niks aan de bang voor te zijn. Maar nu gaat ze om de hoek en dan gaat ze... Oh, Lies, niks in de hand. Gaat ze durf niet! Gaat ze er staan? Gaat ze er staan? Gaat ze er staan? Ja of nee? Wat denk je? Ben je hierheen gegaan, Lisa? En Liesbeth? Is dat er boven iets? Nee, het is een lamp. Oké, okay, wat maar het zijn die deuren. Tot zo. Ik zie niemand. Oké, we zijn back. De camera was uitgevallen en ik heb even snel wat chips gegeten. Want dat was echt nodig. En we zitten weer midden in de crazy urban mini golf. Oh my god, dat was echt... Oké, maar nu... Maar hoe is het zo vaak die deur open en dicht? Wat doet ze? Is het niet een raam? That's strange, these doors were open. Oké, maar hoezo is er 100 keer mezelf de deur open? Dat is te donker, daar ga ik niet heen. Jij, ik. Ik sta aan het sturen, mevrouw. Help. Ik, daarnet waren we helemaal lekker aan het praten, maar nu durven we niet eens meer te praten. Oké. TV kan ook niet uit. Oké. Is niet erg. We gaan gewoon naar buiten. Alles is nee, kapot. Naar links. Bedoel ik. Daarheen, ja. Op. Oh! Ik schrok even. Boze die vader. Freaking hell is die boze meneer. Vader. Is hij links? Ik
camera die zo'n beetje zo een focus ook echt ja, focus. Een beetje. Ik schrik heel van glitches en alles. Is hier. Glitje. Ja, nou. Oké, okay, dit is een deur die nog niet op open, maar ik ga even mijn neus doen. 1, 2, 3. Ik ga klikken. Press E. Donker! Broer. Wat is het dan? De kelder! I haven't inspected the house. I need to check it first. Ja, dat vind ik ook. Dus dan is ze hier. Dus we moeten de rest nog dus searchen. Ik vind het eng dat we dat je raam. Hier is een deur. Dat je nee, die was al. Oh, het zit een beetje open. Het zit een beetje open. In het oh, girl. Ze heeft het op slot gedaan. Girl. Girl. Gaat ze daar staan, achter? Of kunnen jullie? Kun je daar achter staan? Kijken? Ik word echt helemaal crazy. Die wijnbooms de hele tijd. Ik word helemaal... echt niet leuk. Boom. Ik word een beetje gek in mijn hoofd. Okay, maar dan gaat ze ben je nu, ready? Dan gaat ze er nu staan. Ja, dat denk ik ook wel. We gaan er nu... Mag ik erop klikken? Ze staat erachter, we gaan niet schrikken, oké? Oké. Gaan hoi zeggen. Dan gaan we ondertussen een beetje crazy. Ze heeft echt steun nodig, denk ik. Maar jij mag op E klikken, ik ga het niet doen. Hi! Oh. Huh? Is ze bezig? Hi! So sorry. Nou, ze is nee daar. De deur is weer dicht. Ja. Huh? These doors were just opened before. Unlocked zelfs. Ze is wel een beetje strange. Dit doe je toch niet tegen je grote zus? Of broer. Oh, we find you. Daar. Mama! Dat is mama. Nee, dat is zelfs een zus. Ze gaat er vandoor. Maar daarnet was ze niet zo mooi. Net was ze echt een monster, nu is het gewoon een meisje. Nee, die was ook wel, ze was eerder ook al een heel groot meisje. Maar ze is gewoon in de basement. Maar ze is gewoon heel verdrietig, hè? Zag je, hoorde haar moet jij nu huilen? Spelen? Oh, nee, ze huilt ze. Ja, maar moet jij nu? Ik denk dat ik geen keuze heb, of wel? Als we gaan rennen, dan moet jij rennen, oké? Okay? Oké, okay, sure. Dan ga ik gewoon snel overnemen. Maar we zien niks. I don't see anything, the light is out. I need to find a flashlight. Oh, it's on the second floor near the computer. Oh, ik weet waar het is. Ja, ja. This is the room where the flashlight is. Oh, daar denk ik, in deze lichtgevende doos. Jezus. Enorme! Nou, nu mag jij. Industrials flashlight. Oh, als je rent, dan zie je niks meer. Goed om te weten. Nee, maar ik haat dit. Kijk, daar gaat hij dit. Oké, maar ik haat dit. Oké, maar jij gaat spelen. Maar fuck jou. Nee, ik ga nu niet hoor. Ja, jij gaat. Mijn veel been, succes. Mijn been staat. Wacht even. Oh. Hey! Mafkees. Als ik moet rennen, ga jij hè? Shit. Afgesproken. Het is echt zo'n steep basement. Mooie game. Ik ga huilen. Waarom moet echt een bril hebben? Kijk uit. Walt kijk Jeffrey uit. Dahmer. Stop, ik haat dit, echt. Ja, maar dat vind ik echt heel... En nu kan ik niet eens meer doen alsof ze gewoon een lief klein zusje is, want... Want dit is gewoon echt... Kast omgegooid. Help, ik durf het echt niet hoor. Wil jij niet verder? Ik haat dit echt. Ik ga huilen gewoon, ik kan niet lopen meer. Oké. Dan doe ik echt mijn ogen dicht, dan ga ik rennen. Dan moet jij maar voor zeggen links en rechts. Nee, zo kan je toch niet gamen? Moet ik links of rechts? Moet ik links of rechts? Karel. Jawel, ik kan niet kijken. Mijn hartje kan er niet aan. Je kan toch nu wel kijken? Nu kan ik wel kijken. Nu vind ik het niet erg. Niet erg. Ik denk dat ik moet lopen. Holy freaking shit. Holy balls. Oké, maar gaat het achter ons aan of wat? Is het zo van, kun je dood gaan hier? Echt. Ik ga niet naar achter kijken. Nee, nooit. Nee, naar achter kijken. Don't look back, guys. The future is before. Oh!
Dat was... was that? There was clearly something wrong with her. Nee joh, denk je echt dat er iets mis was? Holy shit. Nee, dat is zo eng, Bram. Broer. Bram. Die had ik echt niet zien aankomen, doe. Mam. Die had ik echt niet zien... Jij zei nog... slecht. Toen zeg maar, toen niet zo katten. En 1 seconde later worden we gewoon gepakt. Gewoon. Oh my god. Dat was echt heel hard ook. Dat was echt heel zeg maar, de game is heel zacht. Het is met opzet gedaan en dachten ze, die jumpscare maken we even op 200. Maar nu durf ik al helemaal niet meer. Maar die zus is crazy hoor. Zij denkt, oh mijn zusje doet gewoon een beetje voor de grap dit allemaal. Maar als mijn zusje dat bij me doet, dan... Dan ben ik oude heer. Ben ik oude heer bij politie, hoppa. Nou, politie, als je laat schrikken s'nachts. Hé, politie, mijn zusje laat mij s'nachts echt schrikken. Maar dit is wel next level schrikken. Pak haar op! Dit is next level laten schrikken. Ja, zeg maar, dit deze, hè? Heeft de politie toch geen boodschap aan? En alles was rood, zelfs nog een rode zaklamp onder haar hoofd, zo. En dan is ze weer weg. Nee, maar dat is toch niet voor de politie. Psychic. Dus jij vindt wat er nu allemaal is gebeurd tot nu toe gewoon... Psycho hospital, weet je wel? Ik ga bij jou nu zitten. Psycho Ratchet hospital. En nu staat niks meer aan. We zijn nog niet eens klaar, ik dacht dat was het wel. First time sister knocks me out, then a light go out. Great. Dat bedoel ik. Dat is niet meer een grapje. Hier, ik weet waar die telefoon is. In de woonkamer. De tv. Damn, hou op. Die gaat echt bijten. Nee, alleen op de. Oh, misbrand. Geen armen. Niet kijken hoor, niet om je heen kijken. Hey son, I know what happened to her. The AI. Under the bed, there is something that will help you. Onze vader is gewoon de TikTok-stem. TikTok-stem AI, ja. Onder mijn bed? Ja. Yeah. I need to go to my room. There is something under the bed that will help me. Nee, hou op. Ook het geluid knipte daar gewoon. Dat is de vader die aan het praten was. De AI voice in real life. Hey son. Maar echt vader. Die kutzus. Camera. Nog een keer open. Echt zo. Wij tegelijk ook. Kan ik niet meer openen? Dat is mijn kamer, wat nu? Ja. Mijn kamer of mijn ouderse kamer in bed? Nee, my room stond er net volgens mij. En verwacht ze nu dat ik doe dan? Naar haar kamer. Stop! Wat gaat hier zijn? Niet. Als je omdraait of zo. Onder haar bed, maybe. Nee. Dat vind ik echt heel eng. Dat was echt heel eng. Dat is een goede girl. Oh, ik ga niet meer shift in klikken. Ja. Oh, de deur is ook niet open. Nee. Ik ben aan het liegen. Girl, ga uit mijn kamer. Nou, ze is blijkbaar daar, dus ik hoef niet zorgen te maken. Ja, maar je gaat je wel om zorgen te maken, want ze gaat hier zometeen alsnog spawnen. Ze kan teleporteren. Nee, want ze gaat rennen met 1 stapje. Stop. Nee. Onder ons bed. Onder hun bed. Nee. Onder wiens bed? Ja, ons bed. Ja, maar die is dicht. Ik ga nog maar kijken dan. Onder dit. Trouwens, nu heb ik wel een... Doei.
Broer, ik vind het zo fucking eng. Ik ook. Zeg maar, voor mij voelt nu achter elke deur al. Ja. Je bent blij dat je... Sticky. Nee. Sticky. Nee. Kan niet lezen. Oh, maar waarom zit zij in onze kamer dan? Moeten we haar even uitleiden? Lokken. Ga ik gewoon terug? Via deze enge corridor. Corridor. Ik ga echt poepen in mijn broek. Eeuw. Ah! Dat was hem. Maar hoe dan? Hoe wist je dat dan? Omdat we door die oude kamer liepen. Dus dan was dat de... Stoppen nou. Echt, ze gaat in die kast zitten dan. Ja, ze gaat er sowieso in zitten. Maar dat is iets waar je niet kan kijken de deur dicht in doen. Een keer. Dat kan niet. Ik kan de deur niet dicht doen. Nou, daar gaat ze zijn. Je hebt niet gelijk. Je hebt niet gelijk, gelukkig. Want ik ga onder mijn bed kijken. Want dat zei de TikTok voice. Hé, maar ik kan helemaal niet onder mijn bed kijken. Hoe is het dat ik dat doe dan? Under the bed. Toch? Is dat ook? Nee, ik was niet aan het rennen. Ik was aan het kruipen. Ik geloof niet dat het ons bed was. Hier spannend. Nee, kijk, niks. Zij heeft het meegenomen. Zij hoorde dat ook misschien. En toen ging zij het meenemen. In een haar kamer. Nou, niet zeggen. Dat vind ik heel eng. Kan ik hierin? Nee, ik wil gewoon mezelf opsluiten in de kast. Ja. Nou, allemaal hoela. Naar haar kamer? Nou, ja. Dat is wat we shall do. Oh, sorry. Lisa. Hi. Waar ben je dan? Zal ik weer naar beneden? Maar hij zei echt... Under my bed. Onder... Your bed, zei hij. En toen zeiden wij, onder my bed. Toch? Weet ik niet. Oh my god. Maar je kan niet eens onder mijn bed kijken. Had die mensen gaan echt zeggen, nee, verkeerde bed, verkeerde bed. Ja. Hij zei dit. Maar sowieso, ga maar nog meer kijken. Niks, niks. Misschien op mijn bed. Ik wil gewoon een Ganu. Huh? Vader. Ja, ze heeft die Ganu nu gestolen natuurlijk. Dat lelijke hond. Oh nee, gaat hij. Hele lieve schat. Jeetje, ik dacht hond! Ik dacht dat die hand deel was van die hond. What the fuck? Huh? Waar komt die doos opeens? Dat was... Ze ligt eronder nu. Ze ligt nu onder dat bed. Broer, maar dit was er net niet. Nee, dat was er net echt niet. Ganu! Hoe schuift ze dat naar ons toe dan? Ganu! Die vader weet gewoon, vermoord mijn kind, maar dat is een beetje eng. Vermoord mijn kind. Maar ze zit nu onder dat... We hebben hoe schiet je dan? Hey. Waarom mijn zusje doodschieten? Denk je, schieten? Shit. We zijn niet links. We zijn niet onder dat bed. Oh, ik dacht dat die plant iemand was. Dit is nu zo van, nu moet je iets... Nu moeten we echt iets doen ook. Yeah. En je zaklamp is ook niet... Ja, en die zaklamp is nu opeens veel slechter. The first floor. Als in Amerikaanse, als in... Nee, ik haat het zo, maar ik ben blij dat jij dit doet hoor. Heel dankbaar. Nee, ik ben niet blij. Oh. De deuren zijn open, ze kan overal zijn. Ga je een hoekje ergens? Ja, dat doe ik. Nou, kijk, heen en weer, kijk. Er zijn zoveel uitgangen. Ik denk dat ze gewoon ergens staat, to be honest. Denk je dat? Ik denk niet dat ze rondloopt. Nee, maar hij zei net, de tekst onderin het scherm. Dat ze aan het lopen is. Dat ze aan het lopen was. Karel. Die zaklamp doet zeg maar helemaal niks. Bijten en huilen. Schat. Schat. Nee, stil, laat me met rust. Goed zo. CSGO geluid.
guests win. Huh? However, shortly after this fatal midnight, the police arrive on the scene and arrest Daniel. As it turns out that he has a mental disability and he is taking pills, this led to a tragic incident. In reality, his sister was trying to get away from her brother by hiding from him to preserve, dus wij waren preserve slecht. Her life. The sister was not possessed by demons, it was all Daniel's fantasy. Neighbors who heard the screaming gunshots impatiently called the police. Impatiently! They couldn't wait to call the police! Hoping to help the unfortunate girl, but there was no way to save her. The girl was shot with a shotgun. Daniel's put in a mental hospital and there he realizes what happened. Dus wij waren de slechterik. Wij zijn Daniel. Oh, met mental, Daniel. Mental problemen. I'm sorry, sister. I'm in a mental hospital right now. It's Osteo Claris. And it's Clara Treatment. I shot you in the face with a shotgun. And now you're dead. Maar dat ging dus niet zo. Dat was allemaal in zijn hoofd. Dat is raar om te bedenken. Een gekke game is dit toch wel. Het is echt prachtige graphics, prachtig alles. En dan zo'n raar prachtig einde ook. En aan het einde is letterlijk, je schiet haar... Oh, trouwens, dit is nee, een hele maar besef backstory. Dit. Hey, ja, dat, oké. Okay. Hele mooie opbouw, climax, alles. Pakken we die Ganu. Ganu! Schiet maar neer, dan opeens CSGO geluid. Terrorists win. Huh? Terrorist win. Die guy dacht echt, ik heb geen zin meer in deze game. Ik ga even wat jokes aan het einde doen. Wat? Dit is een song. Oh, en dan opeens aan het einde inderdaad. Hele backstory met... En dan zo'n man die... Even snel, jongens. Ik moet nog even einde maken aan deze game. Even no copyright sounds. Zo, even... Oh, de deadline was vandaag. Shit. Oh, dit, shit. Vandaag niet, morgen. No copyright sounds, snel. Nou, guys. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het bedankt kijken. Voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het commenten en het liken. Hit that bell. Ik ben heel subscribe. Blij dat jullie het hebben gedaan. En we spreken jullie later weer. Tot ziens. Tot bij de volgende gameplay. Bah!